De voedingszaak Anthony's Corner heeft vandaag het eerste keurmerk klantgericht communiceren in ontvangst genomen. Het certificaat is uitgereikt door het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk hebben medewerkers van Anthony's Corner een training moeten volgen bij de CCPR. Daarbij is gelet op zaken zoals klantcontact, betrouwbaarheid en beleefdheid. Angela van der Kooi, directeur van het CCPR, zegt dat het personeel zich van zijn beste zijde heeft laten zien tijdens de training. U hoort ook Caroline Liao, manager van Anthony's Corner, die zeer lovend is over het keurmerk. Wij zijn met ze gaan zitten en gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen bij die customer journey. Elke klant die hier binnenkomt, dat die een goed gevoel heeft en dat die ook blij is om hier te zijn. En dat die de volgende keer terugkomt. Dat betekent natuurlijk dat je moet gaan kijken van hoe zijn de organisatieprocessen ingericht. En hoe zorg je ervoor dat het klantcontact ook aannemelijk is. Het betekent iets groots voor ons, want het is belangrijk dat de klantvriendelijkheid een nummer 1 is bij ons. Want als je geen klantvriendelijkheid hebt, dan kan het bedrijf niet draaien. Bijvoorbeeld, we zeggen altijd een klant is koning. We moeten goed communiceren met elkaar, wat de klant wil hebben. Hoe meer we communiceren, hoe meer klanten we krijgen. En dan hebben de klanten dan een thuisgevoel, zodat ze terug bij ons keren. Stephen McAndrew, directeur van de VSB, noemt dit een belangrijke stap voor het bedrijfsleven. Volgens hem moet er nog hard gewerkt worden aan de klantvriendelijkheid in Suriname. Wel, ik vind dit uiteraard een heel bijzondere stap. Werk is ondernomen door het Centrum voor Communicatie en Public Relations. Toen ze een aantal maanden terug bij ons kwamen en zeiden dat ze bezig waren met dit initiatief, hebben wij als VSB gezegd van oké, dit is een initiatief wat wij zonder meer kunnen ondersteunen. Omdat we toch wel ook weten dat er een noodzaak is om te werken aan klantvriendelijkheid in Suriname, om te werken aan kwaliteit in Suriname, om te werken aan klantgericht communiceren in Suriname. Dus dit initiatief vinden we heel bijzonder. Ook vanwege het feit dat een keurmerk wordt uitgegeven op basis van vrijwilligheid. Ondernemers moeten zich vrijwillig willen houden aan bepaalde standaarden of bepaalde richtlijnen. Dus dat vinden we toch ook wel heel bijzonder dat Anthony's Corner die stap heeft gezegd om op vrijwillige basis zich te houden aan bepaalde richtlijnen voor wat het betreft het communiceren met klanten. Stephen McAndrew, directeur van de Vereniging Bedrijfsleven. Hij sprak vandaag bij de uitreiking van het eerste keurmerk voor klantvriendelijkheid aan Anthony's Corner.